Ja, mevrouw, Nonneke, de burgemeester van Galmaarden. Maar ik heb daar juist uw collega op de telefoon. Omdat ik bezig aan het experimenteren ben als ik de nonderd oproep, dat ik niet in Moons uitkom. Maar het is voor de derde keer dat ik in Vlaams-Brabant heb. Ik wil zeggen dat het goed is. Maar onze politie is wel op de hoogte en de brandweer. Hè? Dank je wel, mevrouw. Dank je wel. Ja, Emma. Ja, meneer, goedemiddag of goedemiddag. Ik spreek met de burgemeester van Galmaarden. Ik bel uit een test dat ik aan het doen ben in functie dat ik wel in Leuven ben uitkom en niet in Mons, zoals al gebeurt. Ah, in Brussel nu? Aha. Ik weet het. Maar hè. En eigenlijk denk ik het proficiat dat we in het Nederlands kunnen spreken. Hè? Nee, maar dus over drie jaar is er hier, wat ik nu sta, in gevolg een ongeval, is er iemand gebeld op de plaats waar ik nu sta, met de gsm en die is dan in Mons uitgekomen. En dan heeft de Mons doorgeschakeld met grote problemen met de taal in Brussel en hebben jullie dat naar Vlaams-Brabant gegeven. En wat, dus het is nu mijn vierde plaats in dezelfde straat, maar op tiental meter verschil. Ik ben vier keer uitgekomen in Vlaams-Brabant, Leuven en nu in Brussel. Ja. Ja. Ja, wel, het is maar enkele meter verschil. Maar het doet me wel plezier dat we elkaar verstaan. Hè. Ik wil u wel zeggen dat ik de brandweer, onze lokale brandweer, de brandweercommandant van alle verwittigen en ook lokale politie. Dat ze weten dat ik aan het testen ben. Merci, dankjewel, dag, dank. Burgemeester Pierre de Nijer, wat bent u aan het doen? Wel, ik ben aan het experimenteren. In gevolg ons gesprek met de collega's uit Arnhem-Bever stellen we nog toch regelmatig vast dat wij, wanneer wij met de gsm een oproep doen op de 100, dat wij uitkomen in de hulpcentrale in Mons. En ik refereer dan naar een ongeval 3 jaar terug in de Lange Straat op het grondgebied van Arnhem. Dat de persoon die later gebeld heeft via gsm in volle zeden uitgekomen is in Mons, Bergen, van daaruit naar Brussel en van daaruit naar Leuven. En dat wil ik voorkomen met het experiment dat ik nu doe. Ik heb geweest op vier plaatsen al geweest, namelijk in volle zeden, de kop van de Spieringenberg, in Tollenbeek Centrum aan de kerk, dan in Tollenbeek op de kapel aan de Nerhout. En nu sta ik hier praktisch op het grensgebied met Bever. Ik heb een aantal oproepen gedaan, een negental. 8 maal kwam ik uit in Vlaams-Brabant-Leuven en 1 maal in Brussel. Wat ik wel wil vaststellen, dat is dat ik toen ik in Brussel uitkwam, dat de persoon mij mentaal heeft ontvangen. Ik had wel voor de brandweercommandant de Geiter van alle verwittigd en ook onze lokale politie dat ik daar vandaag ging experimenteren, dat ik toch ingedekt ben wat betreft de testen dat ik aan toe ben, om de mensen te helpen wanneer dat zou nodig zijn. Maar tijdens een van uw gesprekken met de hulpcentrale Leuven kwam toch aan het licht dat het niet uitgesloten is dat de mensen nog altijd in Mons kunnen terechtkomen. Ja, ik ben altijd goed ontvangen geweest in Leuven. Die dame die de centrale bedient, heeft me wel degelijk gezegd dat het van verschillende factoren afhangt dat ik kan uitkomen in Mons, ongeacht in welke gemeente of welke plaats waar ik me bevind. Het is niet uitgesloten, en dat betreur ik. Dat is ook de reden dat ik vorige week naar de bevoegde minister heb een brief gestuurd
met de referenties van 3 jaar geleden naar de minister van toen. Oké, dank u. Ik ben nog aan. Jullie zullen buiten willen. Ja, kom af.